Dames en heren, en voordat ik ga beginnen, toch allemaal eventjes voor de organiserende vereniging, de Derrecrossers, hier uit Schollebeek. Een hartelijk applaus voor het applausje voor het Provinciaal Drifts Kampioenschap 2014. Jawel, show some respect, ladies and gentlemen. Waar weer eens omstandigheden hier, maar we gaan de eerste echte finale op het Provinciaal Kampioenschap aan u voorstellen. De deelnemers in de jongste categorie, jongens en meiden, 4 en 5 jaar jong. Het talent, aanstormend talent. Hoop voor de toekomst is ingevuld door de volgende finalisten. Tim Boerti. Joshua Kuipers. Kenzie Sasbrink. Voor de lossprinter Sim Borkent. De Woepers Berlikum met Robin Leenders. En finally, also voor de lossprinters, Deppe Konijnenbelt. Dames en heren, succes. Watch the line, BMX Racing on the track, final race, Mr. Deppe Konijnenbelt looking good. En dan gaan we kijken naar Deppe Konijnenbelt, gaat hij volhouden, van start tot finish. Deuxième position, pour la Rouenne, Leenders, voor de Woepers. Woepers hebben ik kan op plaats nummer 2. Maar aan de leiding rijdt hij nog steeds, de plaat nummer 1900. Het is Deppe Konijnenbelt die nog steeds hier aan de leiding gaat. En deze grote finale in de jongste categorie. Jongens, 4 en meiden van 5 jaar jong die hier over de maan heen razen. Deppe Konijnenbelt, nog één bochtje, zometeen op weg naar de, jawel, de finishlijn. Daar gaat hij zometeen de tricot ophalen als eerste provinciaal kampioen 2014. Deppe Konijnenbelt, van start tot finish, hij lijkt te gaan maken. Gaat de kampioenstrijd ophalen, Deppe Konijnenbelt.